De eerste finale wedstrijd tussen Den Bosch in het zwart en Amsterdam gaat tussen de nummers 1 en 2 van de competitie. Dit is Eva de Goede voor Amsterdam. Kansje voor Charlotte Vega, maar prima van de lijn gehaald door Irene van der Assen. Want keepster Josien Koning was al gepasseerd. En het was druk aan de Oosterplas. Dit is een strafcorner voor Amsterdam, vlak voor het einde van het eerste kwart. En Eva de Goede pusht die bal in het doel. Lijnstopster Marloes Ketels is kansloos en ook Josien Koning. En zo is het 1-0 voor Amsterdam, dankzij deze treffer van Eva de Goede. Dit is de eerste minuut van het tweede kwart. Een foutje van Laurens Stam. Marlies Verbrugge tikt die bal weg. En dan is het Liederwij Welte in de rebound die de 1-1 scoort. Foutje van Laurens Stam die de bal te kort terugspeelt op Jackie Schoenhaker. En daar profiteert Marlies Verbrugge van. Goede interceptie. Zij ziet dat Liederwij Welte er beter voor staat. En die scoort in tweede instantie de gelijkmaker voor Den Bosch. En Den Bosch de betere ploeg in dat tweede kwart. Hier een mooie aanval via Marlies Verbrugge van de Plas. Dan de paas op Verbrugge en een goede redding van Anne Veenendaal in het doel van Amsterdam. Ruststand 1-1 aan de Oosterplas. En dit is het team wat in 1998 voor het eerst landskampioen werd onder leiding van Siegfried Eijkman. En dit zijn beelden uit het derde kwart. Dit is Marijn Veen in duel met Rosa Ferny. Veen gaat goed door. Uiteindelijk komt de bal terecht bij Noorderbaat. En je ziet dat Kelly Jonker voor de goal staat. En die maakt haar faam als goalstief waar. En prikt de bal achter Josine Koning en brengt Amsterdam op 2-1. Goeie goal van Kelly Jonker. En dan moet Den Bosch natuurlijk wat gaan doen aan die 2-1 achterstand. Dit is Frederike Matla met een goede paas op Marlies Verbrugge met de backhand. Goede redding van Anne Veenendaal. Op die backhand van Marlies Verbrugge. Dan een strafcorner voor Den Bosch. Frederike Matla en zij pusht hem erin. Bal gaat wel hoog via de uitloopster Kimberly Thompson. Maar vindt genade in de ogen van de videoscheidsrechter. Want die wordt geraadpleegd door Amsterdam. Maar Fanneke Alkemade, de videoscheidsrechter, vindt het geen gevaarlijk spel. Wat mij betreft is het gewoon een doelpunt. En deze treffer wordt dus goedgekeurd. Zo is het 2-2. Door deze Frederike Matla. Dan Amsterdam weer via Felice Albers. Ze wil te vegen met een kans en een geweldige redding van Josine Koning. Met de stick plukt zij die bal uit de bovenhoek. Schitterende backhand van Vega, maar even zo mooi gestopt door Josine Koning. Dit is de laatste minuut van de wedstrijd. Overtreding van Julia Müller op Liederwij Welte, die wel makkelijk gaat liggen. En zo een strafcorner verdient in die laatste minuut. En die strafcorner van Den Bosch wordt benut door Marlies Verbrugge. Zij scoort de rebound. De bal komt terug van Anne Veenendaal. Zij scoort de 3-2 vlak voor tijd. En zo wint Den Bosch met 3-2 van Amsterdam deze eerste wedstrijd. En is Amsterdam-coach Rick Matthijssen erg boos op Alwine Sterk, de scheidsrechter, vanwege die laatste strafcorner.